It's all I wanna do. En welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we gewoon voor de allereerste keer officieel Call of Duty Black Ops 3 op de map Nuketown, zullen zien. Ik speel vandaag met de VMP submachine gun is het, geloof ik, met quick draw en grip. Want zullen zien ben ik al level 24. Sorry dat ik niet gelijk het allereerste potje heb opgenomen. Dat komt omdat thuis bij mij weer verbouwing is. En op dit moment hebben ze een pauze. En vandaar dat ik dus dit potje opneem. Maar mocht deze video natuurlijk nou leuk vinden, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. En we gaan gewoon kijken of we bezig kunnen gaan. We spelen echt met een base machine gun. Dus als jij dit spel ook speelt en je weet nog niet echt een chill wapen mee te spelen, gebruik dan natuurlijk gewoon de VMP. Want dat ding is gewoon echt relaxed als een motherfucker. Verder als de Spurs heb ik Sixth Sense, Flag Jacket, End Up. Wow, yo, zit allemaal naar binnen. Hard. Awareness bedoel ik en Blast Pressor. En verder rest heb ik niks anders aan, want ik heb oh, links van me, kak. Ik heb zo jullie zien de Annihilator aanstaan. Ik heb nog steeds moeite met dat ding uit te spreken. Daar speelde ik natuurlijk ook mee in de beta. Want dat ding is gewoon super chill. Totdat natuurlijk ik die Reaper heb ofzo. Ik weet even niet hoe die heet. Waar die machine gun arm krijgt of zoiets. Maar we gaan het even concentreren. Ik vind Nuketown, als ik eerlijk ben, niet heel erg chill, maar gaat ermee door. Ik vond de oude Nuketown chillen, maar ja, je kan niet altijd alles kiezen. Hij is wel speelbaar, laten we daarop houden. Ik vind het ook wel gaaf. Alleen ja, ik weet even niet hoe ik dat moet zeggen. Ik word gestunt, zit achter me. Zit zeker achter me, kom maar. Ja, rechts van me, kak. Ik was gestunt, dus ik kan niet snel omdraaien. Er zitten ook een paar sessie joiners in, namelijk Jackie, die heeft me gesessiejoined. En Sammy JT. Nou, lachen is dat natuurlijk. In dit spel is echt heel makkelijk de sessie joinen, serieus waar. Maar ja, oké, ik heb mijn Annihilator binnen. Dus kunnen we één, en ik ben gelijk dood. Kak, dan ben ik hem ook gelijk kwijt. Maar, natuurlijk, ik weet niet of er vandaag nog een extra video online komt, omdat natuurlijk de verbouwing is. Morgen, als jullie de video kijken, zaterdag komen er superveel video's online. Ik ga meerdere video's proberen te uploaden dan voor jullie. Dus stay fucking tuned. Volg me ook even op Twitter natuurlijk. De link staat in de beschrijving. Waarbij jij ziet wanneer ik een video upload natuurlijk. Of klik op het belletje als hij er nog steeds is bij YouTube. Dan krijg je natuurlijk ook een melding dat ik mijn video heb geüpload. En dan kan je misschien wel als eerst kijken al. Maar zoals je ziet, er is nog fucking makkelijk te spam trappen. Maar zijn ze nu... Ja, ze spannen hier niet meer. Oké, dan gaan we even aanpakken. Jammer joh, ik heb een UAV binnen. Ik speel niet met Hardline voor degene die het weten. Omdat Hardline, ik weet niet bij welke perk die hoort. Ik zit nou even te sparen, of sparen, hoe zeg je dat? Te levelen voor Scavenger. Maar ik weet niet wat ik moet unlocken als ik ga precies. Laat even in de comments weten. Zou ik Scavenger doen? De Razorback of de M8A7? Jullie moeten even in de comments achterlaten wat ik moet unlocken. Ik weet het serieus niet, want de Razorback heb je ook pas met een hoog level. Dus laat maar weten in de comments, jongens. Ik heb by the way ook de Lightning Strike en Hellstorm Missile aanstaan, voor degene die dat nog niet hadden gezien. Oké, die heb ik nu binnen dus. Die ga ik even inroepen, mijn Lightning. Even kijken hier, C, 1, 2, 3. Kijken of ik dat nu op mijn eigen hoofd gooi. Let's go. Hellstorm erachteraan. Oké. Dit dingetje erbij pakken. Oeh! We gaan lekker, jongens. Hey, mijn rug. Let's go. Nee, ik ben dood. Oh, die shit. Hoeveel schiet zaten we? Volgens mij wel op... lekker streak, joh. Maar ik hoop dat jullie ook plezier hebben in Black Ops 3. Ik hoop dat jullie het ook helemaal aan het spelen zijn nu op dit moment. En als je nog op school zit. Of ja, meestal, ik denk dat jullie wel vrij zijn als jullie deze video kijken. Tenzij je me op school kijkt. Je komt heel zo aan de beurt, jongen. Oh, we gaan lekker. 34 om 12 is op dit moment. En het duurt redelijk lang. Ik zal je zien. Er zit geen round limit op. Gewoon, kijk. Vanaf de 100 punten pas, daar switch het potje. Dus ligt eraan hoeveel
capture heb natuurlijk. 34-12 is op dit moment de score. We hebben nog 1 ronde te gaan. Dus we gaan kijken of we 70 kills kunnen halen. Als we 70 kills kunnen halen, ben ik tevreden. Ik ben ook het hoogste level van dit potje al op dit moment. Maar mijn PlayStation, hij gooit af en toe de disc eruit. Dus echt fucking hinderlijk. Even snel aanpakken. Ik ben ook zo blij dat je nog dubbel YY kan doen. Of dat dubbel driehoekje op dit spel. Dat had je op Black Ops 2 en Black Ops 1 ook. En let op, hè, dat was een submachine gun. Holy shit. Het is alleen niet zo als in AW. Dat als je dubbel vierkantje doet, dat je dan sneller reload. Dat is jammer genoeg niet. Dan moet je echt gewoon fast. Fuck. Fast Mac aanzetten. Dus ja. Dat ja. Teammates, gaan jullie voor B? Ik ben dood. Ja, ik zag hem al en ik wou boostjumpen. Het enige wat ik wel jammer vind aan dit spel, is als je hier die bussen kijkt, dat ze loslaten. Want dat ziet er gewoon te... Waar de fuck lig jij? Te high-tech uit, of hoe zeg je dat? Ik had gewoon het leuker gevonden als die... Oh, get turned, man! Weg hier! Oh, wat een wallbang. Ik... Let's go. UAV erin. Oké, ik heb bijna mijn streaks. Let's go, ik heb mijn streaks weer. Oh, de hitmark is dood. Let's go, kan er dit ding in? Sowieso geen kills. Nee, het ding glitcht af en toe nog een beetje. 1, 2, 3. Gooi hem gewoon in die spawn, jongens. Oh, ah, je zit allemaal naast me. Heb ik kills? Ja, eentje. De streaks, ik heb naar mijn idee... Een idee dat de streaks niet helemaal... Goed, what the fuck, die zit hard te campen daar zo. Dat de streaks nog niet helemaal... werk, laat maar zeggen. Dat ze nog een beetje gebukt zijn. Oh, wat een kill. Ah. Oké, we hebben 45 kills, jongen. Let's go. We hebben ongeveer nog 70 punten te gaan. Enemies hebben een dubbel cap, dus het duurt lekker lang, potje. Fuck dit. Kom op, jongens. En we hebben een UAV. Oh, mijn rug, teammate. Kak. Even kijken, hoor. Oh, hij zit hard te campen. Lekker, teammates. Loser B. Oh, kakkies, jongens. Waarom heb ik nou geen streaks meer? Kut. Het rek, maat. Oh my god. Ja, zoals je ziet, zag je net dat ik iets gouds had unlocked. Dat is, laat maar zeggen, kleding die je kan aanpassen voor je poppetje. Dus je hebt bijvoorbeeld verschillende shirtjes. Verschillende helmpjes. Nee! Als ik hem had, jongen, had ik echt gewoon 2 capture kills. Plus nog eens de vlag. Had ik gewoon mijn UAV en mijn lightning strike. En we zijn een helse om even binnen blijven. Maar als jullie ook met de VMP willen spelen, kan je dat natuurlijk doen. Het is best wel een relaxed wapentje als een submachine gun. En ja, als jij natuurlijk met een assault rifle wil spelen, raad ik je aan om met de KN44 te spelen. Dat is natuurlijk ook een redelijk chill wapentje. En voor degenen die niet heel erg goed zijn in deze game, gebruik Sixth Sense. Dus je hebt gewoon een voor... Je hebt gewoon een voordeel als je dan kijkt. Ik ben level 25. Je hoort een lekker muziekje. Een beetje weer het ghost gevoel krijg je erin met die muziekjes. Dat je met ghost ook altijd. Ik moet echt hier. Oh, ik word fucking hard gesniped. Holy shit. En we zijn al fucking 9 minuten aan het opnemen, jongens. Holy shit. Oh, ik was gestand. Als je wordt gestand in dit spel is echt fucking kut. Maar moet ik maar tactical mask aanzetten of zo. Jij zit de hele tijd te campen. Ik heb mijn annihilator weer binnen. Dus die gaan we dan ook maar gewoon gebruiken. Kijken of ik er een killetje mee kan maken. Oh ja, zeker. Dat is 1. Dat is 2. Nieuwe spawn in. 3.
4. Vijf. Zes. Zo, daar ging het op. Daar hield het op. Maar 6 kills. Holy shit. We gaan echt lekker, boys. Poppel. Oké, 6 kills aan binnen. Let's go. Nog 3 punten voor dat we hebben gewonnen. Het potje denk ik afgelopen nu. Let's go, get the final kill. 61 kills om 28 is onze eindscore natuurlijk. Dus, mocht je dat hebben van de allereerste Black Ops 3 video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt me enorm. En hoop ik jullie ook te gezien bij de video's van morgen. Dus, ja, volg me natuurlijk even op Twitter om alles in de gaten te houden, jongens. Super bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer, mensen. Zoals ik altijd zeg, later.